Van het Duitse elftal. Dat zijn niet zo heel erg veel. Daar nou, is hij. De rechtsbuiten van Duitsland. En, hoe oud is hij? Nou, hij is 9. Nee, hij is onder 20, ja. Waarschijnlijk. Hij is 19. En, maar hij heeft een. Het is een leuke speler. Het Duitse elftal ook een beetje kenmerkt. Ze hebben dit jaar een beetje on-Duits wel vrij technische, ja, sierlijke spelers allemaal. Mm-hmm. En hij is daar wel een voorbeeld van. Hij loopt over het hele veld, is de hele tijd aanspeelbaar en is een beetje de rechtsbuiten, maar ook wel een beetje de spielmacher van. Is hij twee benen of schiet hij alleen met rechts? Nou, hij is meer rechts, is hij. Okay. Dat kun je nu ook wel zien. Kijk, hier, hij heeft niet zo goed linkerbeen. Ah, maar hij heeft wel weer een goede voorzet met rechts. Zie je een mooi voorzetje. Is hij een speler die het team ook draagt? Of gaat hij gewoon een beetje dartelen en dan ziet hij wel waar de avond strandt? Nou, hij is continu aanspeelbaar. Hij wil heel veel de bal hebben. En het is vrij on-Duits dat je... En dat zie je in Duitsland nu wel wat meer.